Hallo, Oosterse tent aangekomen. Hier een hele mooie tent gemaakt voor jullie allemaal. Helemaal Oosters. Kom mee naar binnen, kijken. Heel veel mensen genieten hier van de mooie sfeer. Kom mee naar binnen. Kijk. Hier, nou, hier zitten ze allemaal te genieten van de zoetwaren die je ook in Turkije en Marokko vindt. Baklava heet het, geloof ik. En we hebben een liefdesbed gemaakt op z'n Oosters. En een love seat. Maar daar staan nu mensen voor, maar die gaan er straks. Maar dat maakt niet uit, dat is allemaal gezellig. We hebben een hele mooie Oosterse tafel gemaakt. En zoals je ziet is de aankleding helemaal in sfeer gebracht om te genieten. Wij zijn hier op het zomerfeest en we zullen iedereen duidelijk maken dat er geen race gegooid wordt, jongen. We zullen wat cd'tjes uitdelen aan onze fans. En misschien, heel misschien, heb ik gehoord dat meneer Bert Bergman die hele band voor donderdagavond niet nodig heeft. Misschien kunnen we het wel gewoon doen. We zullen zien, jongen. Laten we verder gaan. Ja, man. Ik denk dat de boodschap van Lange Pandal heel duidelijk is. We zijn hier als rijstkorrel en we gaan constateren tegen het gooien met rijst. Rijst moet je opeten en je moet niet meer gooien op de grond, man. Dat is een verspilling, dat is een zonde, man. Ik stel voor dat we de mensen even vandaag gaan zeggen en dat we hier naar een cd'tje uit gaan delen. Zullen we dat doen, man? Ja, man. Oké, dan. Oké. Okay. Dit is even iemand die het goed begrepen heeft. Ik heb het goed begrepen. Er wordt hier niet met de reis gegooid op het zomerfeest. Nee, dat mag duidelijk wezen. Dit zomerfeest gooien we geen reis, ja.